BGB me ayudó en absolutamente todo el proceso desde que empecé en España hasta que llegué aquí. Ik zag die jonge Spaanse tandartsen en ook niet die jonge hier te komen, omdat dit is een grote kans om om beter te worden, om meer te werken. Me llamo Carlos, vengo de España, de Ciudad Real, y llevo 3 años aquí en Holanda. Soy dentista. Bueno, yo me llamo Pablo, vengo del sur de España y llegué aquí a Holanda el día 1 de julio. Ik ben in Nederland gekomen 3 jaar geleden en ik woon in Brunsum, Zuid-Limburg. Ik had contact met Arjen in december 2021. En in januari 2022 heb ik met de cursus begonnen. En ik had contact via LinkedIn en via e-mail ook. Ik ben met BGB in contact gekomen in mijn laatste jaar van de opleiding van tandheelkunde. Daar heb ik Denise en Nienke ontmoet. En daar zijn we begonnen met praten over hier te komen. Het selectieproces in mijn casus was een afspraak met Arjen, daarna andere met Andrea voor de cursus, de taalkursus, en ook met Rita over behandelingen. Maar was heel makkelijk. Ik had interesse om naar Nederland te komen, omdat veel docenten van mij hebben gevraagd om in andere land te werken. En een van die landen was Nederland. Was het beste om beter te worden als standaards. In Seyfel is alles goed, is heel mooi, is een heel mooie plaats. En je bent heel rustig, jij hebt genoeg tijd om te studeren, genoeg tijd om vrije tijd te hebben. En de cursus in Seyfel denk ik is de beste part om hier te komen. Ja, Seyfel was heel leuk. Die drie maanden die ik ben geweest in Seyfel was super. Heel mooi dorpje. En dan het programma was prima. Ja. Je moet sowieso die taal leren. Het was een intensieve cursus. Maar na 3 maanden kon ik wel Nederlands praten. Niet helemaal goed, maar toch wel om in praktijk te werken. En het programma was, ik vind, een super programma. Ja. Ik zat met 2 Portugese personen. Ines en Daniel, en Griekse meid en nog een Kroatische meid. Maar hier ben je veel meer valorado als profesional que in Spanje. En vooral het tiempo libre, que te queda después de trabajar. Salir a las 4 de la tarde de trabajar en España es un sueño. Pues son muchas cosas las de un dentista español debería pensar en venir aquí por muchísimas razones. Y yo que he trabajado allí te puedo dar una larga lista, pero te la voy a reducir en respeto hacia el profesional, el respeto hacia tu profesión, el salario que vas a recibir aquí, que ya no solo es el salario, es que todo lo que haces te lo van a remunerar de alguna forma. A mí BGB me ayudó en absolutamente todo el proceso desde que empecé en España hasta que llegué aquí. Ya, BGB helpt en het vinden van een huis, van een baan, heel belangrijk, van het leren van de taal, deze soort dingen. Primero con el curso, luego con los documentos, que yo solo tuve que darle lo que me pidieron y ya me dieron directamente el registro una vez terminado el examen. Y sobre todo a la hora de llegar aquí con las facilidades para vivir, a buscar una casa, a tener un coche en caso de que necesites ir en coche a la clínica, a conseguirte una tarjeta de transporte en caso de que elijas ir en transporte público, en lo que necesites. Si necesitas ayuda, no solo para buscar la casa, sino a lo mejor para cualquier cosa, para el depósito, para cualquier cosa, BGB te va a ayudar en la medida de lo posible. O sea, yo siempre me he sentido cubierto por ello. Ik kijk erop dat je het makkelijkste gaat leren, het basis gaat leren. En vanaf die punt kan je beginnen te ontwikkelen met werken, met alles. Ja. Ieder jaar, iedere maand als je iets nodig hebt, dan krijg je altijd hulp van BGB. Financieel, met documenten, alles. Ja. De dagen hier zijn heel rustig. Dus ik wakker worden om 7 uur
Om 8 uur begin ik met mijn werk. En om 4 uur ik ben aan het lopen naar Thijs. Dus is perfect. Elke dag heb ik tussen 20 en 30 patiënten. Aanvankelijk van de soort behandelingen dat moet ik doen. Dagelijks dag voor mij is, ja, ik kom naar de praktijk om 8:15 aan. Ik werk tot 4:15. We geven een paar pauzes door de dag. En dat was het. Elke dag doe ik van alles, behalve orthodontie en implantologie. Ik doe veel soort behandelingen hier in de praktijk. Wortelkanaalbehandelingen, voelings, reiniging, controles, intakes, extracties. Alles dat nodig is. Over de werktijden, misschien heel anders dan in Spanje. We werken in de hele dag door. In Spanje heb je een grote pauze in de middag, maar hier niet. Hier werk je meestal de hele dag door. Ja, dan als je klaar bent met werken, je bent klaar om 5 uur. Dat is top, dat is super, want dan heb je echt veel tijd om misschien naar de sportschool te gaan of sporten, voetballen, vrije tijd. Iedere jaar of iedere maand je kan beter worden. Je kan ook cursus doen, dat is geen probleem voor de praktijk. Je kan nog jouw opleiding meer ontwikkelen, je kan verbeteren met mastercursussen. Kan je wel doen, ja. Veel dingetjes, maar het is een belangrijkste woord, dat is respect. Respeto hacia tu profesión, hacia lo que haces durante el día a día en España. Yo he trabajado en España y a mí la sensación es que la gente no te respeta como profesional, no te respeta como dentista. Aquí sí. Aquí lo que tú dices es lo que hay. Aquí lo que tú dices es lo tienen muy en consideración. Als je denkt van de cursus moet je een toets halen. Als je die toets niet haalt, geen probleem. Je gaat blijven te werken in Nederland. Je krijgt geen salaris. Maar het beste is wel zo snel mogelijk die toets halen en dan begin je officieel in Nederland te werken. Ik zou die jonge Spaanse tandartsen, en ook niet die jonge, hier te komen, omdat dit is een grote kans om beter te worden, om meer te werken, met misschien meer kwaliteit te werken. Het was heel makkelijk voor mij. Quizás lo más difícil para mí a la hora de llegar aquí es el día a día, la diferencia a lo mejor de estás acostumbrado, por ejemplo, a comprar todo en los mismos sitios en tu país y aquí en este país todo tiene su sitio especializado para ir a comprarlo, entonces ese tipo de mínimas cosas, pero por lo demás, a la hora de buscar un piso, a la hora de buscar un trabajo, que es lo que más problema te da, yo estaba cubierto por BGB, entonces no he tenido problema, por lo demás.